58.000 mensen in Nederland zijn afhankelijk van kledinginzameling. Maar er is één kledingstuk dat nooit gedoneerd wordt. Ja, mensen staan er niet bij stil, maar um, sokken die worden het minst gedoneerd, maar zijn juist het meest noodzakelijk. Bloezen, bl bl truien, tr jassen, daar leven we allemaal netjes in in de inzamelingsbak. Maar sokken die zijn versleten, er zitten gaten in, die gooien we weg. En juist aan die items is binnen de uh, hulpverlening heel veel behoefte. Juist daar heeft Let's Do Good iets op bedacht. Voor elk sokkenpaar die je koopt, wordt er een gedoneerd aan de dakloze community. Elk sokkenpaar wordt ontworpen door een kunstenaar die onder andere dakloos is of te maken heeft met de verslaving. Ook de Dortse Bart, die kampt met depressies, heeft sok ontworpen. Deze werden zaterdag onthuld in de wereldwinkel. In het begin dacht ik: nou, een sok voor Dordrecht met de kerk. Lijkt me niks. Maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. En uh, ik, mocht, uh, ik had geheel de vrije hand. Zo is hij bij een skul uitgekomen. Het ontwerp had hij al, maar heeft het enkele jaren geleden opnieuw geschilderd voor een terminale vriend. Zoals hij zelf zegt, een echt zelfportret. Ja, die man was ziek en uh, die viel natuurlijk dan val je steeds verder af en ja dan ga je steeds meer op een skelet lijken en wat het nogal zwarte humor. En dat verhaal wilde hij graag aan de buitenwereld laten zien. Ondertussen zijn er al 16 paar sokken ontworpen voor het project. En dat staat gelijk aan 16 paar verhalen uh, die, we, die we aan de sokken gekoppeld hebben. Dus de sok is veel meer als gewoon een paar sokken wat je aantrekt. Ik denk dat juist het verhaal van de kunstenaars erachter, uh, waarmee we een beetje stigma op die doelgroep eraf halen. Het verhaal vertellen waarom iemand in een bepaalde situatie zit. Ik denk dat dat het belangrijkste doel van Let's Do Goods is. Zo was Bart Kapper, maar kreeg een snowboardongeluk. Uh, mijn arm ging stuk, ik raakte mijn baan kwijt, mijn huis. Zwaar depressief geworden. Naar Gran Canaria, verhuisd, gevlucht eigenlijk. Daar nog meer mezelf tegengekomen, teruggekomen. Waar hij uiteindelijk op de afdeling psychiatrie belandde. Nog steeds heeft hij te maken met depressies. Mensen die de zakken kopen of cadeau krijgen, uh, dat we die aan het denken zetten over het uh, stigma wat op de. Armoede, verslaving, dakloosheid heerst. Eh, om dat wat weg te nemen door te laten zien wat de mensen zijn die erachter zitten. Na twee jaar eh, staat de teller op eh, ruim 42.000 paar verkochte sokken. Eh, en dus ook 42.000 paar eh, gedoneerde sokken. Alle sokken worden gedoneerd aan een lokaal goeddoel. Zo zal ook de verborgen armoedegroepen Dordrecht binnenkort met een gedoneerd paar sokken rondlopen.